Boodschappen doen voor de kerst kan je natuurlijk altijd. Daar rij je door Maden onder andere. Maar als je dan op het industrieterrein rijdt van Maden, zag ik opeens allemaal mooie hele kleine lichtjes. Nou, zo nieuwsgierig als ik ben, ik naar binnen. En dan word ik heel hartelijk welkom geheten door de familie Kommeren, die hier een prachtig winterdorp hebben neergezet. Ans, dankjewel voor je gastvrijheid. Wat schitterend hebben jullie hier neergezet. Hoeveel uur kost dat wel niet? Alles bij elkaar, ik denk 2 weken. Alle vrije uurtjes. En doen jullie dit al lang zo? We zijn begonnen met 1 kerkje, een paar huisjes. Staat zeker in de woonkamer, maar niet hier? Nee, dat was in de woonkamer. Daarna is het wat uitgebreid in huis, in de hal. Maar toen werd het toch te groot. En hoe kom je er zo toe om dit te doen? Dat was toch een idee van mijn man. Die had wat huisjes gekocht en een kerkje. Gezellig voor de kerst. En toen moest je natuurlijk ook alles gaan draaien. En... Ja, en dan ga je steeds verder. En elk jaar wordt er weer wat bijgekocht. En poets jij het op? Of doe je ook de elektriciteit? Is er een functie? Jan bouwt de tafel helemaal op. De huisjes zet ik erop. Maak Jan de verlichting. Dat duurt, ik denk, 2 dagen. Waar heel die verlichting aangesloten is. En dan begin ik alles. Alle poppetjes, alle dingen begin ik erbij weg te zetten. En heb je dan een plan van tevoren hoe je dat wegzet? Ja, dat maken we samen een plan. Hoe ik het wegzet, dat is niet altijd zoals ik het bedenk. Maar we maken wel een plan. En dat is ook gezellig. Ja, het is leuk om te doen natuurlijk samen. En heb je een favoriet? Een favoriet? Nee. Ik vind ze eigenlijk allemaal wel... Wat is de oudste? De kerk. Die is het eerst gekocht. En waar koop je dat allemaal? Ik weet natuurlijk dat hier in de buurt in grote tuincentra dat is. Maar volgens mij kopen jullie het ook nog eens anders. Ja, mensen zijn er veel bij tuincentrums. Hè? Op internet ga je kijken. Hè? En op een gegeven moment heb je overal wat. En dit erbij, dat erbij. En wat is je laatste aanwinst? De lift. De skilift. Ja. Ook uit Nederland? Oostenrijk. Hey. Van de zomer. Van de zomer ga je dat bekijken? Ja. We waren er in de winter, maar konden we hem niet meenemen. Want we waren met het vliegtuig. Dus ik zeg, Jan, als je hem volgend jaar nog wil, dan nemen we hem mee. Dus we hebben hem van de zomer meegebracht. Dat is een mooie reden om naar Oostenrijk te gaan. Inderdaad, ja. Weet jij wat het favoriet van Jan is? Het favoriet, ik denk toch de kabelbaan, ja. Vraagt hem zelf. Ook. En de huisjes van Oostenrijk. Test ik jullie even. Vraag het zelf, oké. Jan, favoriet dit, hè? Favoriet? De lift. De lift ook. De lift. Zit er iets heel persoonlijks in? Ik zou bijvoorbeeld denken dat ik mijn eigen huis er stiekem tussen zou zetten. Nee, persoonlijk niet. Nee. En wat is het leukste wat jij vindt om hiermee te doen? De opbouw. Zagen, alles. Zagen, komt ook. Ja, ik moet al die planken en allemaal hele tafel in orde maken. Hè. Oh, ik heb natuurlijk nog niet onder het kleed gekeken. Ik zie alleen maar de huizen. Ja, daarom ook. Oh. Kijk, en daar ben ik langs mee bezig. Ja, dat is natuurlijk logisch. Want... Ik ben ook ruim een dag mee bezig. Dus het is... Met zagen en heel die tafel in orde maken. Dus het is veel langer dan 2 weken wat Ans zegt. Nee, toch wel 2 weken hoor. Maar dat s'avonds 11 uur. Hè? Ja. En als het nou klaar is, gaan jullie dan echt zo samen zitten? Zo van, oh dit en oh dat? Jawel, iedere avond. Ja. Iedere avond gaan we hier zitten. En dan bij een bakje koffie. Ik wou net zeggen, of wat anders. Ja, ja, dan gaan we hier zitten en dan zitten we samen mooi alles te bezichtigen. En als mensen dit nou graag willen zien, hoe lossen we dat op? Of het is niet speciaal open, hè? Nee, maar ik had zelf gedacht misschien op een zaterdag van 11 tot 4. Ene zaterdag dan. Dan moeten ze maar even op het industrieterrein in Maden rondlopen of rijden. En dan zien ze het vanzelf wel, hè? Ja, dan kan ze gewoon binnenlopen. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, dat vind ik wel. De anderen mag het ook zien, dus. Ja,
Ja, want dit is zo werelds mooi, ja, dat het eigenlijk voor een heleboel mensen geschikt zou. Omdat ik er veel arbeid in besteed, hè? Ja. En als het nou kerst geweest is, hè, wanneer ruimen jullie dit weer op? Pas na nieuwjaar? Na nieuwjaar, 2 weken, 3 weken na nieuwjaar pas. En dan alle huisjes gaan precies in dezelfde doos als ze uitkwamen. En wie heeft nou de meeste inbreng van zo gaan we het neerzetten? Jij of Ans? Ans. beetje gemene vraag. Ans die pakt alle popjes 20 keer in haar handen. Ja, maar als jij die fiets daar niet wil zetten, zit er trouwens een Solex in? Ja. Die gaan we straks even zoeken. Ja, ja. Solex zit erbij. Ja, dat moet natuurlijk wel, hè? Ook een mini, hè? Ja. Okay.